Maar het is ook echt wel Geer en Goor komen langs. Weet je, dan, en dan heb je dit wel... laten zien? Ja, nou ja, je moet het voorbereiden. Want het is intensief. Je moet diepgaand spreken met elkaar. Want anders kom je niet tot een echt gesprek. En met Geer en Goor krijg je altijd een goed gesprek. Ik zou niet gelijk... Barry van de Ven. Nog eentje, komt-ie. BC. The rivers are... Nou, dag Ring. Nou, kortom, dag Ring. SMS Ring. Boring. Boring. Oh, hey, we krijgen de boring na 2,5 uur show. Rie van de Ven. Ik ga het eentje proberen. Goed. André van Duin. En het is wel leuk om te zien dat we ook een serieuze kant hebben. Maar uiteindelijk, dit is wel... Je probeert sfeer te creëren. Dat is wat je doet hier. Sfeer is allerbelangrijk. Precies. Hè. Weet je, er zitten tussen 4 en 7 het mooiste tijdstip. Mensen hebben gewerkt of die hebben een drukke dag gehad of niet. Maar je sluit de dag af, gaat richting de avond. En ja, het is gewoon heel fijn om die mensen... Vind je het mooi? Jij ziet Wim Daniels, maar die zit te kijken van... Wat heb ik net gezien? Ik zat toen ze bij 3FM zaten, zat ik bij hen wel eens in de uitzending. Want toen hadden ze een vragen... Helpdesk heette dat. Helpdesk. Ja. En als ze een taalvraag hadden, dan belden ze mij op. Maar het was altijd wel een beetje link, vond ik zelf. Want waarom? Dan gaf ik toch wel een serieus antwoord, maar daar namen ze toch wel vaak een loopje mee. Ja. En dan vroegen wij weer, waar komt de term een loopje nemen vandaan? En dan komen die daar eens ja. Is er nog iets bijgebleven van de vraag? Van, dat was wel boeiend of interessant, of is alles weer weg? Nou, de vragen waren altijd heel interessant. Ja. Maar vragen van luisteraars. Soms had ik wel de indruk dat ze zelf verzonnen waren, maar het waren echt vragen van luisteraars. Nee, ik betaalde wel gewoon voor. Mij ook vervolgens. Ja. Zullen we gaan kijken naar nog een fragment wat jullie typeert, dit was wel extreem, waarin de sfeer een belangrijke rol speelt. Yes, de donderdagse editie van de Koen en Sander Show komt eraan. Even de stemming peilen, heb je er zin in? Ik heb er onwijs zin in. Ja, maar eerst even... ook echt, hè? Oh, gelukkig. Nee, maar echt. Echt. De stichting Vrienden van de Mossel stopt. Nee! Stopt op 1 januari. En die kan ook heel goed een auto-alarm nadoen. Is dit een auto-alarm? Ja, of een scooteralarm. En waar ik nog beter in ben? Ja, dat is de tram. Nee, ja, dat kan ik ook. Ja, doe die even. Pingpong. Waterloopplein. Is, en dan moet jij raden wat het is. Hallo, doe je even mee? Ja. Je zit driftig te schrijven, ja, maar het laatste hier wordt topradio gemaakt. Ja, en dit hoort.